Het schilderen van de Waalbrug kan niet wachten tot 2030. Het Nijmeegs College voert met een brief de druk op bij Rijkswaterstaat. En verder in het nieuws vandaag, automobilist komt om bij een eenzijdig ongeval in Afferden. En aandacht voor mentale gezondheid van je viervoeter op Dierendag. Het Nijmeegs College van burgemeester en wethouders heeft Rijkswaterstaat in een brief opgeroepen om de Waalbrug eerder een schilderbeurt te geven dan nu het plan is. Afbrokkelende roest en verontruste inwoners zijn reden voor het college om de druk wat op te voeren. In het voorjaar van 2019 werd gestart met een grote onderhoudsbeurt voor de iconische brug. Destijds moest de boog van de brug ook geschilderd worden. Doordat er in de huidige verf de giftige stof chroom 6 werd aangetroffen, kwam Rijkswaterstaat voor nieuwe uitdagingen te staan. De chroom 6 zit in de verf en zolang je die niet aankomt gaat het goed. Maar ja, als je de verf gaat verwijderen, dan moet je wel maatregelen treffen. Dus wij gaan een werktent plaatsen. Als we met de chroom in aanraking komen, dan zit er een werktent omheen. Dat we daar verder geen invloed hebben op de omgeving. Oud-minister Cora van Nieuwenhuizen liet in 2020 al weten dat het verwijderen van de oude verflaag, met daarin het gevaarlijke chroom 6, samen met een nieuwe schilderbeurt, zou zorgen voor een prijskaartje van 70 tot 80 miljoen euro. Dat vonden ze te veel en daarom werd de conclusie getrokken dat de brug in de huidige staat nog wel 10 jaar mee kon. Hierdoor werd het schilderwerk uitgesteld tot 2030. Inmiddels ligt de brug er niet al te fraai meer bij en brokkelen stukken roest ook regelmatig af. Om die reden zijn er vorige maand zwarte netten onder de brug gehangen om eventuele vallende brokstukken op te vangen. Maar voor de gemeente is de maat vol, liet ook raadslid Gerry van Kampen recent weten. Die netten zijn een tijdelijke oplossing. Ik kan me ook niet voorstellen dat die netten 6 jaar moeten blijven hangen. Dan moeten ze tussendoor leeggehaald worden of zoiets dergelijks. Het is echt gewoon een hele stomme oplossing. Het is geen oplossing. Ja, er moet nu wat aan gedaan worden. Ik bedoel, we zien allemaal in welke staat de brug verkeert. En daar moet gewoon iets aan gedaan worden. Iedereen die zegt, het kan nog wel even, die moet zichzelf in de spiegel kijken en dan krijgt hij vanzelf een hele lange neus. Wethouder Cilia Damen benadrukt tegenover Rijkswaterstaat nog eens dat andere bruggen, waar later chroom 6 op is aangetroffen dan in Nijmegen, wel eerder aan de beurt zijn. Zij vindt het daarom logisch dat de planning voor de Waalbrug wordt vervroegd. Rijkswaterstaat zelf laat weten naar het verzoek van de gemeente te zullen kijken, maar niet verwacht dat het ook daadwerkelijk eerder kan. Een persoon is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden na een eenzijdig ongeval in Afferden in de gemeente Druten. Kort na middernacht werden hulpdiensten opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de Koningsstraat in Afferden. Daar was een automobilist tegen een boom gereden. Ook stond de auto in brand toen de hulpdiensten arriveerden, meldt een 112-verslaggever ter plaatse. De bestuurder van de auto is om het leven gekomen bij het ongeval, meldt de politie op X. Leerlingen van de Tarkisiusschool in Nijmegen hebben al sinds 2012 een oorlogsmonument geadopteerd in de buurt van hun school. Jaarlijks vindt een project plaats waarin de hele school aandacht besteedt aan dit monument. Vandaag werd dit afgesloten met een plechtigheid bij het monument in aanwezigheid van buurtgenoten, familie en initiatief Faces to Jonkerbos. Leerlingen betrekken bij de geschiedenis kan het beste met geschiedenisverhalen uit de buurt. Wij hebben in 2012 als school dit monument geadopteerd omdat we het belangrijk vinden dat kinderen in aanraking komen met de geschiedenis. Dat ze leren dat mensen hun leven hebben gegeven voor de vrijheid waarin wij nu leven. En ja, het is hier om de hoek. Dus om de kinderen bekend te maken met alles wat er hier in en om de buurt is. Niet alleen nu, maar ook vooral vroeger. Het monument is voor de NZ-piloot Ivan William Kane, die in oktober 1944 noodgedwongen een bom in deze buurt heeft laten vallen, waarbij een mevrouw is omgekomen. Rens, wat gaat er dadelijk gebeuren? Wat gaan we dan? Dadelijk naar een begrafenis van Ivan William Kane. Ivan William Kane is neergestort met zijn vliegtuig in het bos, daar een stukje verderop. Maar hij is neergestort omdat hij de kogels, een afschutgeweer, is geraakt. Maar, en hij is daarna door Elisabeth, hij wilde niet het huis en de scholen beschadigen. Dus hij heeft de mensen het gegund om het heel te houden. Hij heeft zijn bom in een bos laten vallen, zoals hij net vertelde.
Maar toen was er wel één iemand, Elisabeth het Zwerts, en die is om het leven gekomen. Vandaag kreeg William Evan Kane ook een gezicht. De stichting Faces to Jonkerbos heeft een portret van William Evan bij het monument geplaatst. De familie van Evan William Kane en mevrouw Elisabeth Zwerts Ecker zijn vanaf 2012 al betrokken bij de herdenking. Achternecht Sylvia is vandaag namens de Nederlandse familie aanwezig. Niet wetende natuurlijk dat daar het uiteindelijk niet veilig bleek. Maar dat heeft Evan Kane natuurlijk niet geweten. Die heeft gedacht, ik moet van die bommen af. En dit lijkt me een perfect plekje. En nou moet ik nog zien dat gebouw te ontwijken, zodat ik geen ramp veroorzaak. Dus hij heeft het natuurlijk geweldig gedaan. En niet geweten dat daar gewoon één slachtoffer bij gevallen is. En ik vind het zo bijzonder dat de school hier aandacht aan besteedt. En de kinderen blijft vertellen over de oorlog. En de oorlogen, ook de oorlog nu inderdaad. En ze daarmee betrokken houdt. En hoe lief die kinderen dat allemaal doen. En dan ieder jaar krijg je weer een mooie bloem of een medaille. Of een, het is heel bijzonder. En dan lezen ze het voor. Dus ik vind het echt geweldig hoe de school dat doet. In Elst en Park Lingenzegen vindt aankomende dagen The Island plaats. Dit is een evenement waarbij wordt nagespeeld hoe het eraan toe ging in de periode na Market Garden. Het evenement bestaat uit 2 educatieve dagen voor scholen en 2 dagen voor andere bezoekers. Dit weekend geven ze demonstraties van gevechten die destijds op deze plek hebben plaatsgevonden. De organisatie nodigt iedereen uit om te komen kijken en nooit te vergeten wat er is gebeurd. Komende dagen staan ze in Elst stil bij de periode na Market Garden en de mensen die toen gesneuveld zijn. Ze vinden het belangrijk dat dit niet vergeten wordt. We hebben een herinneringsweekend. We herdenken de periode na Market Garden hier in de Betuwe, waarin maandenlang nog gestreden is voor onze vrijheid. We vinden het heel belangrijk dat die oorlog niet vergeten wordt. Je ziet in de rest van de wereld wel wat er van alles aan de hand is. De onzin van oorlog mag aangekeken worden. Ook zijn er educatieve activiteiten voor de bezoekers om ze wat te leren over hoe het er destijds aan toe ging. We hebben nu 2 educatiedagen. Dat zijn basisscholen uit de hele regio die komen hier naartoe. Maar eigenlijk is educatie voor iedereen. Een stukje herinneren, beseffen, beleven van de Tweede Wereldoorlog, wat hier allemaal gebeurd is. Aankomende dagen zijn er ook demonstraties te zien, waarin ze scènes nabootsen die hier vroeger hebben plaatsgevonden. Hierbij worden ook oude voertuigen en tanks gebruikt. Ja, we hebben allemaal demonstraties. Dat doen we met wapens, met tanks, met voertuigen, reenactments. Dus dat zijn die mannen die militairen uitbeelden. Het reilen en zeilen van toen, dus een keuken, een hospitaal, onderhoud van vrachtwagens, noem maar op. Dus al die onderdelen die destijds die legers meebrachten, die kun je hier terugzien. Esther is hier aanwezig als vrijwilliger om te laten zien wat de veldtandarts vroeger deed. Ja, ik ben gevraagd of dat ik een educatief programma neer kon zetten. Een van de velen die hier zijn. En ik beeld dit weekend samen met een vriendin de veldtandarts met de apotheek uit. De veldtandarts mag niet vergeten worden. Zij waren erg belangrijk voor de militairen. Na de oorlog zijn de tandartsen meer genormaliseerd. Zo kwamen ook de kindertandarts. De veldtandarts was gewoon heel erg belangrijk. En het is ook gebleken dat dus na de Tweede Wereldoorlog is gebleken dat dus inderdaad de tandarts zo belangrijk is. Omdat het degene die ze geholpen hebben, bleek dus dat die inderdaad minder kans kregen op hart- en vaatziektes en botziektes. Dus toen hebben ze ook de kindertandarts geïntroduceerd, waarvan vele ouderen onder ons nog de schooltandartsbus wel herinneren. En later de mondhygiënisten en verder. Albin Steeg stopt per vandaag als wethouder van de gemeente Beuningen. Hij heeft gisteren zijn ontslagbrief ingediend bij de gemeenteraad. Steeg trad in 2022 toe tot het college van burgemeester en wethouders. Hij was bezig aan zijn eerste ambtstermijn. In zijn brief schrijft Steeg onder meer dat het combineren van het wethouderschap met een jong gezin, ondanks alle steun van thuis, nu niet te combineren is. Daarom heeft hij, ondanks al het mooie, besloten zijn ontslag in te dienen. Wethouder Frans Hoebe neemt tijdelijk de portefeuille Financiën onder zijn hoede. Volgende week komt er meer duidelijkheid over de verdeling van de overige portefeuilles van Steeg.
En in Nijmegen gaat deze zaterdag weer de najaarskermis van start. De kermis is te vinden op het Kelfkensbos, de Waalkade en de Grote Markt. Naast de voorjaarskermis en de zomerkermis tijdens de Vierdaagse feesten is de najaarskermis in Nijmegen jaarlijks het grootst. De kermis duurt tot en met zondag 13 oktober en is dagelijks geopend van 1 tot middernacht. Het is Dierendag en dus staan alle viervoeters weer even extra in het zonnetje. Dit gebeurde vandaag ook in Puiflijk, waar honden getraind worden met allerlei activiteiten en oefeningen. Het bijzondere hieraan is dat de oefeningen niet alleen goed zijn voor het lichaam, maar ook voor de mentale gezondheid van de huisdieren. Vicky doet tijdens haar lessen activiteiten met de honden en hun baasjes. Dit doet ze met de honden die hun basistraining al hebben gehad. Ze vindt het belangrijk dat de honden leuke activiteiten blijven ondernemen. De les waar jullie net bij hebben meegekeken, dat zijn onze GSB-lessen. Dat staat voor gewoon samen bezig. Dat zijn lessen voor honden die de basisopvoeding eigenlijk al hebben gehad, maar die het leuk vinden om gewoon leuk bezig te blijven, die extra dingetjes kunnen leren. Honden leren een leven lang en dat betekent dat je een leven lang eigenlijk leuke dingen met ze kan ondernemen. We vergeten het soms, maar trainen en spelen met je hond is een van zijn basisbehoeftes. Vicky vindt het belangrijk dat hier voldoende aandacht aan wordt besteed. Het is heel belangrijk om honden mentaal te blijven uitdagen, omdat dat een van de basisbehoeftes is van onze honden. Onze honden hebben meerdere basisbehoeften. Eten, drinken, bewegen, voldoende mentale uitdaging, sociale contacten en slapen. Dat zijn echt de voornaamste waar dagelijks aan voldaan moet worden. En trainen is daar een hele mooie manier voor om daarmee aan de slag te gaan. Deze week bestaat DogSkills al 7 jaar. De trainingen die ze nu geeft, geeft ze al zo'n 6 jaar. Ook geeft ze privé-trainingen voor honden die nog niet in groepsverband kunnen trainen. Dit soort trainingen doe ik nu denk ik een jaar of 6 op deze manier. We zijn echt gestart met alleen privé-trainingen voordat we met groepstrainingen zijn begonnen. Daar zijn we nu ongeveer een half jaar tot een jaar mee gestart. Omdat daar ook steeds meer vraag naar kwam. En honden starten in eerste instantie bij ons vaak omdat ze niet in groepsverband kunnen trainen, niet goed mee kunnen komen, wat meer persoonlijke aandacht nodig hebben. En op een gegeven moment zijn ze eraan toe om in groepsverband te gaan trainen. Dus ja, dat is eigenlijk tegelijkertijd met onze cursisten en de groei van die honden zijn de lessen ook meegegroeid. Voor alle hondenbaasjes thuis heeft Vicky nog wat tips hoe dat je jouw hond het beste kan verwennen. Door vooral te kijken naar de behoeftes van jouw hond. Wat, niet zozeer wat vind jij leuk of wat zou jij graag doen, maar wat zou mijn hond kiezen als hij de keuze had? En geef je hond ook de keuze. Ja, door ze de keuze te geven, ze kunnen je soms verbazen, maar kunnen we ook ontzettend veel van ze leren. Ja, we worden momenteel volop getrakteerd op prachtig najaarsweer. De zon is volop aanwezig en de buien zijn in geen velden of wegen te bekennen. Dat geldt ook nog voor morgen. De zaterdag belooft een aangename najaarsdag te worden, wel met een koude start. In de vroege ochtend ligt het kwik dicht bij het vriespunt en er is ook wat kans op mistbanken. Later op de dag loopt de temperatuur alweer op naar zo'n 16 graden. Ook zondag blijft het nog droog, maar is er wel wat meer bewolking aanwezig. Vanaf maandag gaat het kwik nog wat verder omhoog, maar krijgen we ook met meer wisselvallig herfstweer te maken. Dit was het RN7 regennieuws van vrijdag 4 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Volg ons ook eventjes op de sociale media. We zijn te vinden op Facebook, Instagram, X, Threads en zelfs op TikTok. Ik zeg een heel fijn weekend en tot maandag.